Sally's Barbershop, gevestigd aan de HN van Dijkstraat nummer 102. Also Centrale Markt Nieuwekerk Hal 1 stand nummer 16. Telefoonnummer 23 16 77 of 88 58 263. Belt u voor een afspraak. No draai draai. Verdi's Barbershop, the best in Suriname. English, it's amigona Suifer Barber. Verdi's Barbershop, number one in Suriname. Yeah, man. Me alright go now there at Aeropol that people go watch the waggy man. Yes, Blacka Watra, moi Blacka Watra. Watch the waggy good. I mean car wash. Ala car wash tapu. Griffith car wash? Where? Bata. Me alright go dapel no there. What kind of wax? Foam and wax? Hey! Get it? Thanks. Me and Ray go da pen uno de na lash your belt to cut. Me go fin apresi. Google Maps there. Alsjeblieft. Ja man, thank you. The thing looks shine man. You car wash is my old brand new. Old car? Look yes. Brand new, me tell you. Ja, hier hebben we foam wash en wax. Foam wax? We hebben roze, we hebben blauw, we hebben groen en we hebben geel. Hey, allen. Hey. Alle kleuren. En wit natuurlijk. Natuurlijk, heb je die underwash ook gezien dat? Ai, underwash doet ook. Had het even geen zin dat je die houdt toe buiten, mooi netjes was binnen. Maak je onderin ook goed. Maar behalve dat is dan wat we doen dan? Motorwas we doen toe. Ja, interieur schoon, steen cleaning. Plus. De man ja, 100. So, alles onder in dat. Sorry, dit keer, when you come back, you check the motor. Moses. Air cool check-up. Yes. But, me have a loose. Set up. Griffith car wash place to be. Griffith Car Wash, gevestigd aan de Erwin Ebelstraat voorheen Batavia Straat 51, waar je terecht bent voor alles betreffende onderhoud van je auto. Waar even een old car staat loopt brand new. De Sranantide Origineel Show, hosted by Johnny Griffith. Johnny English. Welkom beste kijkers bij een gloednieuwe aflevering van de Sranantide Origineel Show. Met als host zijn hij man Johnny die Real English Griffith. Ja, en we volgen tak onde in de tweede fase voor een partiële lockdown. Om mesma en wraak, om mesma ap, om een comment en lever tap op social media. Ja, want dan drape opo en dan drape te dee. Na so sote neti corona en waka na ngawa losan. Mensen, dat ding is voor jullie eigen veiligheid. Want, if a press bij of a regering bij go over tot een algehele totale lockdown, dat zou botaki.
tak presie opo na sosof uma survive go bayu san en gua oso tang na yu oso ga niet op straat indien niet nodig is en da efu arki a manager fu a COVID team dus en dat is niemand anders dan de vice-president Zijn Excellentie Michael Ashwin Adin, amang sa eroko de nanganeti, gi unu, veiligheid en well-being in Akondre. We mogen dankbaar zijn dat we zo'n gast hebben om voor ons in het brest te staan. Mekuluku even want to build of fragmenten fu sa a papa disi abi futaki. Voorzitter, nood breekt wet. En in een noodomstandigheid heeft de regering toch het beste voorgehouden voor de gemeenschap. Alle middelen die we nodig hadden en uitputtend de bevoegdheden die wij hebben binnen de wettelijke bepalingen, binnen de regelingen, uitputtend toegepast, gebruikt om wat wij noemen COVID-19 crisis te beheersen. Dat is duidelijk. Inderdaad, zou je dan zeggen, wat is dan de noodzaak om met zo'n uitzonderingstoestand te komen? Net wat ik zei, we hebben niet gegrepen naar een noodtoestand, maar bewust gekozen voor een geleidelijke benadering. We hebben het luchtruim afgesloten. Daarna is er een partiële lockdown gekomen. Maar in beide gevallen, voorzitter, hebben wij vooraf geanticipeerd. In beide gevallen hebben we vooruitgekeken. En we hebben complimenten gekregen van Frankrijk. Die heeft gezegd, very clever. After your first case, you close down. En dat was ook anticiperend op wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Hetzelfde bij de partiële lockdown. Wanneer andere landen nog niet in partieel waren en niet verwachten, hebben we gezegd, we moeten voorbereiden op, we komen op een partiële. Voorzitter, we zitten op een moment waar wij nu, met alle goodwill die er ook mag zijn in de gemeenschap, toch de gemeenschap moeten voorbereiden op wat mogelijk erger kan worden. En ik zeg dit met alle informatie die ik haast 24 uur per dag kreeg. Dat als morgen of overmorgen of wanneer aangekondigd moet worden, er is community spreading. Dan is het haast onvermijdelijk dat u gaat naar een full lockdown. U begrijpt dat het dan logisch is dat de regering weer anticipeert op en komt met een stuk wetgeving dat verder bouwt op de mogelijkheden die wij moeten creëren. Want we hebben uitputtend de bevoegdheden die wij al hadden gebruikt. We hebben de ervaringen daar zitten. We hebben de harde uitdagingen gezien. En nu komt het erop neer, uit die ervaringen en die lessons learned te leren, de bevoegdheden uit te breiden. De regering wil ook niet in een verwijtbare positie komen, dat wij gehandeld hebben buiten wet en recht. Daarvoor moet de regering, zijn we genoodzaakt om uit te breiden de bevoegdheden. Maar dan nog hebben wij niet gegrepen voor het uitersmiddel. En nou dat Ushi de opisie van Sandati, dat je ziet dat je in een regeringsrevie de man en apwan lo vraag en amandis beantwoord de vraag vaarlijk, netjes vaarlijk, orsi. Want je ziet dat je desma en klagen, ja, a koers drop, maar de prijs in a winkri et tanga sem. Disi, dati, mensen asan na wan proces, asan nego 1, 2, 3, want a regering no apwan toverstok voor man tover. Want de man no man snap et tak abracadabra, hocus pocus, pilaters, pats en boom, alasanik, pa. Nee, asa negoso, umbriti taki de blakawoyo kontapu, umbriti tak de mahar a handrem fu de blakawoyo, want noso na wa chaos in a kondre, en wa chaos na sa unofa nodu, ef unfen taki de mana chote laldrape, ap omen klante ego, ja want asan druk, de mana chote lalsrefis eta orde anderhalf meter afstand, en ef de winkeliers e klage tak de man ne seri, ef de man e klage tak de man
mane kom uit, want I disi dati. You onmogelijk kan ser one black sardine voor 35 SRD. Asan dat ne wuroko, if u want tak desma kom bijna u wenkrilek va desma e bijna ala say. Dat want taki da u saka den preis. U saka den preis. Want na de preis. Musaka, voor je kan harden smaken naar je winkel baka. En if ook to aan de burgerij, mi wantaki, if you go in one winkel, dan you up de nummer tap sa you kan bel voor a price control gi so a winkel. Want aan go to sardine, den e seri toch? Nee toch? De prijs overdreven. De prijs is losma. Dus daarom, belt op de nummer. Belt op de nummer dat ze in Belza a regering stelt ter beschikking. Die UNU. Want de tak a regering ne uroko. De tak a regering ne uroko. Maar om men verworven hede de voor de matak die de serefi. De om men verworven hede de. De verworven hede lai. Kogo luku. Want u voor de verworven hede. Voe regering. Bouterse. Adin. Wat eens begon als een visie, is heden ten dagen nog steeds de basis van de ontwikkeling van Suriname, welke zijn oorsprong vindt in de basisgedachte van de revolutie, waarbij gestreefd wordt naar vernieuwing van de politiek-bestuurlijke orde, vernieuwing van de sociaal-maatschappelijke orde, vernieuwing van de educatieve orde, vernieuwing van de sociaal-economische orde en de milieuorde. Tijdens de regering Bouterse-Adien is hier meer gestalte aangegeven, welke tot uiting is gekomen in concrete verworvenheden, sociaal-maatschappelijke orde, verworvenheden die met daadkracht zijn gerealiseerd en vooral samenhangen met de voortzetting van het sociaal contract dat met het Surinaams volk is gesloten. Sociaal-economische orde, verworvenheden die fundamenten hebben gelegd voor de diversificatie van de Surinaamse economie. Verworvenheden die in alle sectoren van de samenleving fundamenten hebben gelegd voor duurzame ontwikkeling van sociale zekerheid, productie, ondernemerschap, onderwijs, gezondheidszorg, armoedebestrijding, veiligheid en internationaal beleid. Verworvenheden die fundamenten hebben gelegd voor verdere ontwikkeling van diverse gemeenschappen door belangrijke randvoorwaarden zoals nutsvoorzieningen en infrastructuur in de verre districten te brengen. De politiek-bestuurlijke orde, verworvenheden die de ongelijke behandeling tussen personen in en rondom Paramaribo en in die van de verre districten heeft weggewerkt door de dienstverlening dichter bij het Surinaamse volk te brengen. In dit kader wordt onder andere gedacht aan diensten op het gebied van onderwijs en volksgezondheid. Verworvenheden die fundamenten hebben gelegd voor goed bestuur en transparantie. Verworvenheden die de basis leggen voor een modern overheidsbestuur met gebruikmaking van de technologische ontwikkelingen en capaciteitsversterking in diverse sectoren. De educatieve orde. Verworvenheden die het menselijk potentieel verder ontwikkelen om uiteindelijk de productiviteit in Suriname te doen toenemen. Milieu. Verworvenheden die uitvloeisel zijn van het Bouta's milieuplan. Verworvenheden die fundamenten leggen voor het behoud van ons bos en ons beschermen tegen milieueffecten. De regering Bouterse-Adien heeft hiermee de trend in Suriname gezet en heeft bewezen dat het Surinaams volk met het vertrouwen in eigen kunnen en de kracht van de internationale gemeenschap bruggen heeft geslagen tussen haar voornemens en realisaties.
de regering Boutersen adien. Dan daarom en ieder die op welke wijze dan ook hun krachten hebben gegeven, heel hartelijk voor het in hun gestelde vertrouwen, maar vooral voor het helpen realiseren van haar beleidsdoelen die een solide basis hebben gelegd voor de Surinaamse economie. Yes, we can do the job. En nou, dat ons een deel, ja een deel, want het is nog lang niet alles, een deel van de verworvenheden van de regering Boutersen adien, dat ons een, dat met het schone applaus was, een dieuwe applaus. Applaus voor deze gasten, man. Hey, jouw shiitaki, dat is nog lang niet alles. Maar waarvoor staat de NDP? Wat is de ideologie achter de NDP? En dat die we doen in fases. In deze aflevering gaan we dan beginnen met het kleur paars. Wat is het ideologie achter de kleur paars? Paars wordt tot stand gebracht door twee kleuren, rood en blauw. Rood staat voor liberalisme, oftewel socialisme, en blauw voor kapitalisme. Kapitalisme en socialisme, oftewel liberalisme, in balans vormen dan de kleur paars. Paars, dus dan nou, dat is op voesang a kleur paars is snapu. En dat we op nou de verzuilingen. En dat zijn de vijf verzuilingen. Desan Saishi sonet in beeld. En dat beste kijkers, dat in de volgende aflevering gaan we dan verder met de vijf verzuilingen van de NDP. Oftewel het ideologie waarachter de NDP staat. Ik ben Johnny English en tot een volgende keer met een gloednieuwe aflevering van Sranang Tide Origineel. Maar vandaag krijgen jullie een baksis. Isabi toch, lep van wetaking, een baksis. Een nieuwe song, gezongen door niemand anders dan Boyaka Faya Alpha Blacks. Een Surinamer die het voor land en volk doet. Ja, door een Surinamer voor de Surinaamse gemeenschap. En Apokuna Wina Wang. Opgenomen in Kong Studios. Big up yourself, drape papeman. Yamang. Luister jullie, veel plezier en tot een volgende keer. Love you!
kaki de su askini. Mi wanta umus opo ende akengi. Meka ine tangro no ma min dus refi. Wanta ondos kedi fetra wan bigi pretty. Al dus you black amoro mi of you clarity. Unu gansa mak moto funa sempresi. Dafa unde snap no echa wa prati. In wa kondo na ine te aba makti. Al wish up ende ite of ya fey ya fey NPS. Abob gi wan stray ustray. Meka fetch fetch sandi sikba one day. Wantus refi ne shifa we meku makri. Sa ek yiston doifi. Na fete prey prey. Mi no sap sende meku no wans do one day. Da utak abra fuka ita sana gwari. Una nga wan futa doro na nga tra one day nsey. Misa uwan moro, efusap moro bung unse blauroko. Tranga ifi nanga anu uno mangroko. Fu opodoro, na uno abinas roto. Ma usrefi enaku igirai troko. Opo problema u opo uno trip moro. Sempresi, dafa unde snap no echa wa prati. In wa kondo na ine te aba makti. Audi shop and they pay off ya fee ya pay NPS. Abob di wan stray up stray. Meka fit fit sandi sick ba one day. Na tu stray fi ne shi pa we meku makri. Sa ek yiston no ifi. Da fete pray pray. Mi no sap sende meku no wans do one day. De Sranangti de Orsineel Show. Hosted by Johnny Griffith. Johnny English. Verdienst Barbershop, gevestigd aan de HN van Dijkstraat nummer 102. Also, Centrale Markt Nieuwenkerk Hal 1 stand nummer 16. Telefoonnummer 23 16 77 of 88 58 263. Belt u voor een afspraak. No draai draai. Verdienst Barbershop. The best in Suriname. English. Yo. It's Amigona Cypher Barber. Yeah. For Dim's Barber Shop. Number one in Suriname. Man. Me alright go now no there at Aeropol that people go watch the waggy man. Yes, Blacka Watra, my Blacka Watra, watch the waggy good. I mean car wash. Ala car wash tapu. Griffith car wash? Where?
bata. Meer rijgo dapel nonu de. Wakaina wax? Foma wax? Hey! Gere! Thanks, thanks, thanks. Meer rijgo dapel nonu de. Nala shebel te koet. Meer go fena presi. Google Maps de. Alles klaar, no? We bossen maar die mooi. Heet hem voor je, hè? Heet hem. Oké, dan. Alsjeblieft. Ja man, thank you, thank you, thank you. The thing looks shine man. You car was just my old, old, brand new. Old car? Look, yes. Brand new, met a you. Ja, hier hebben we foam wash en wax. Foam wax? We hebben roze, we hebben blauw, we hebben groen en we hebben geel. Hey, allen, hey. Alle kleuren. Alle kleuren. En wit natuurlijk. Natuurlijk, heb je die underwash ook gezien, toch? Ah, die underwash doet ook. Maar het heeft geen zin dat je die auto buiten mooi netjes was binnen. Maak je onderin ook goed. Maar behalve dat is dat wat we doen dan? Motor was, we doen toe. Motor was, we doen toe? Ja, interieur, spoor, steel, steel cleaning. Plus... De man ja, 100. So, alles onder in dat. Sorry, dit here, when you come back, you check the motor. Moses. Air coat check-up, it's the AC. Yes, 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 yes. But, me have a loose. Set up. Griffin Carlos, place to be. Griffith Car Wash, gevestigd aan de Erwin Ebelstraat voorheen Batavia Straat 51, waar je terecht bent voor alles betreffende onderhoud van je auto, waar even een old car staat loopt, brand new.